Droom, een organisatie die zich inzet voor een goede leer- en werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft net een nieuwe locatie geopend. In de Stevenskerk zit nu een horecagelegenheid waar iedereen welkom is voor een lekker kopje koffie. Ja, we zitten in een van de nieuwe kapellen, of beter gezegd de gerestaureerde kapellen van de Stevenskerk. Die had in de plannen een bestemming horeca. En we hebben droombereid gevonden om die horecafunctie hier in te vullen. Zeker, we zijn heel erg trots op dat we op deze locatie een mooi welkom mogen openen. We zijn sinds vorige week donderdag officieel geopend. En je kan bij ons terecht voor een kop koffie, voor iets lekkers erbij. Onze beroemde appeltaart kun je natuurlijk verkrijgen. En dat allemaal in deze hele mooie ambiance waar heel veel gebeurt. 7 dagen in de week zijn we als kerk open. En ook 7 dagen in de week kunnen mensen hier in de kerk voortaan koffie drinken en appeltaart eten. Droom is een organisatie die staat voor inclusiviteit en natuurlijk lekkere koffie en appeltaart. Ja, heel veel mensen kennen ons van de appeltaart. Omdat we die heel veel verkopen aan allerlei horeca, hier ook in Nijmegen. Maar eigenlijk onze core business is het ontwikkelen van mensen, vakvaardigheden. In de horeca in dit geval. Daarnaast zeg ik ook altijd, core business is ook gewoon horeca. Want de gast staat bij ons op 1. Want de koffie moet goed zijn, de appelgebak moet goed zijn. Anders komen mensen niet terug. Maar ja, onze focus ligt in het opleiden en ontwikkelen van mensen die niet zonder ondersteuning mee kunnen in het reguliere arbeidsproces. Dus we zijn ook een gebouw van de toekomst. En we zijn heel erg druk bezig om dat idee inhoud te geven. De Stevenskerk het kloppend hart van de stad te laten zijn. En het gebouw open te stellen voor iedereen. En daar past dit initiatief heel erg in. Vooral ook de samenwerking met Droom natuurlijk. Omdat ja, hun verhaal is ook, we zoeken naar inclusiviteit. We willen iedereen erbij betrekken. Ook al heb je wat afstand tot de arbeidsmarkt, ook jij kan werken. Deze samenwerking is pas kort geleden tot stand gekomen. Pas eigenlijk sinds halverwege april werden wij benaderd door de Stevenskerk. En de directeur vertelde mij hoe de Stevenskerk eigenlijk al 750 jaar lang een rol heeft voor iedereen hier in de stad en daaromheen. Als verbinder, als middelpunt. En voor de aankomende 750 jaar daar ook eenzelfde functie aan wil geven. Ja, we hebben net ons 750-jarig bestaan gevierd inderdaad. En de leuze daarvan was al 750 jaar hart van de stad. Nou zijn we niet een gebouw van het verleden alleen. We hebben 150.000 bezoekers die hier elk jaar komen kijken naar het gebouw en naar proberen de geschiedenis van het gebouw te beleven. Maar we hebben ook nog een enorme toekomst voor ons. Ik zeg altijd, we zijn waarschijnlijk een van de weinige gebouwen die over 750 jaar nog steeds in Nijmegen staat.